Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Zal ook bij u, zult u zeggen, hé, heb ik dat niet wel eens eerder gehoord? En dat klopt, dat gedicht is van Hendrik Marsman en het is uitgeroepen tot het gedicht van de vorige eeuw. En Hendrik Marsman was geboren in Zeist. Hendrik Marsman heeft gewoond in Utrecht, dat zullen we ook nog gaan zien. En Hendrik Marsman is vervolgens eigenlijk op reis gegaan. Want Hendrik Marsman had de mooiste gedachten aan Utrecht en aan dit landschap achter mij, juist als die in het buitenland was. En nu gaan we over Hendrik Marsman praten met Jaap Goedigeburen. Want Jaap Goedigeburen heeft niet alleen een biografie geschreven over Marsman, hij is zelfs gepromoveerd op Marsman. En we beginnen met dat hele verhaal over Marsman in Zeist. In de Dorpstraat van Zeist, waar zijn vader een boekwinkel had. Het is een beetje glibberig, maar jij moet Jaap Goedigeburen zijn. Dat ben ik, als ik goed geïnformeerd ben. Waarom staan we hier in die stomme Zeistse pijpela, waar het verkeer werkelijk in enorme hoeveelheden doorheen raast? Ja, kijk, we staan hier voor een Oosters restaurant. Ja, Hong Thai. Maar hier was in het verleden een boekhandel waar Marsmans vader de baas van was. Dorpstraat, tweede Dorpstraat 34. Marsman is hier en geboren en opgegroeid, maar heeft, hè, omdat zijn vader veel boeken verkocht, heeft hij hier ook echt ook veel kunnen lezen. En hij heeft die mensen leren kennen, jonge mannen van zijn leeftijd, die hier ook boeken kwamen bekijken en zelfs kopen. Jonge mannen met wie hij ook een soort literaire kring in Zeist heeft gevormd, ja. Roel Houwing, Gerrit van Klinkenberg en anderen. Ja. Hoe oud was hij toen hij zijn eerste gedichten schreef? 1819. De eerste gepubliceerde gedichten. Ja. Hij schreef al gedichten op zijn 14e, 15e. Maar hij had dat dus wel diep in verankerd. Maar hij publiceerde al onder de hoede van Albert Verwij in de beweging nog voor zijn 20e. Hij was niet vies van grote woorden. Hè? Hoe groot en meeslepend wil ik leven. Ja. Vader, moeder, knekelhuis. En dat in een dorp wat natuurlijk ooit echt heel traditioneel was. Heel deftige mensen. Marsman vond het ook eigenlijk onleefbaar hier. Hij vond het te deftig. Hij is hier ook weggegaan en nooit meer teruggekeerd. Nee, hij was wel een zwerver, hè? Zeer. We zijn op weg naar een paar andere prachtige regels van Marsman, die ik vaak genoeg aan allerlei mensen heb laten zien, voor een lollige karakteristiek van Utrecht. Ja, want daar kan Utrecht het wel mee doen. Niet erg lovend. Nee, het zegt dat wel. Want hij is hier weggegaan omdat hij het helemaal had gehad met Utrecht. Hij vond het benauwend, provinciaals, kleinburgerlijk, conservatief. Ik vond dat nog een beetje toen ik hier ging studeren in 62. Ik vond het wel zo'n ongelofelijke suffe klote stad, zeg. Maar dat is toch sterk veranderd. Kijk, zullen we het, wil jij het voorlezen? Ja. Geen stijl, maar des te meer karakter heeft de stad. Een harde en benepen eigenzinnigheid die zich de maat van alle dingen waant. En dan gaat het nog verder. Een stugge sfeer vol plotselinge volten. De pleinen liggen meest terzijde van het verkeer, dat saamgeperst in zulke smalle geulen, dat reeds een sandwichman zijn houten vlerken schuurt, enzovoort. Ja, dat is ook wel mooi, die geulen, dat hebben we net in Zeist gezien. Ook zo'n geul met verkeer erin geperst. Een vooruitziende blik. Ja, want dat is hij had tenslotte toch rechten gestudeerd. Ja, en wat moest je dan gaan doen? Ik dacht, kom, dan ga ik de advocatuur in. Hij was wel heel erg toegewijd aan zijn vak. En de verhalen die over hem gaan, ook in de rechterlijke macht hier, die zijn niet negatief.
Maar hij was geen geroepen of geboren advocaat, hij was een geroepen en geboren dichter. Nee, wat nu we tot nu toe van hem over hebben besproken, dat is, zeg je niet van, dit is typisch iemand die zijn leven moet wijden aan echtscheidingspraktijk. Nee, helemaal niet. Hij deed het om, hij moest ergens van leven, hij moest een broodwinning hebben. Ja, dat is heel droevig, maar goed, hij is er ook vrij snel mee gestopt, toch? In 1933 was hij er echt duidelijk helemaal klaar mee. Ja, dan is hij nog een vroege dertiger. Ja, hij was toen inderdaad begin in 30 jaar. En toen dacht hij, ik moet iets heel anders. En hij wilde toen ook uit Utrecht weg. En is toen een hele grote reis gaan maken van een jaar lang. Frankrijk, Spanje, Marokko, Italië. Deed hij dat dan van gespaard geld? Of ging hij onderweg afwassen in hotels? Nee, hij schreef stukjes voor de krant. Oh, dat is en het. En liet dan het geld overmaken. Ik vind het nog steeds gek dat je als dichter... Je leeft in een taal, hè, en dan ga je in het buitenland wonen, waar je die taal niet hoort. Marsman die woonde met zijn vrouw. Hij woonde in Frankrijk en in Zwitserland in kleine dorpjes. Hij woonde volkomen geïsoleerd. Dus hij zag verder ook de locals niet. Hij had geen gesprek met de bakker of met de melkboer, helemaal niet. Want zijn vrouw ging boodschappen doen. Hij zat daar bovenop die berg te dichten. Denkend aan Holland zie ik brede rivieren traag door oneindig laagland gaan. Rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge pluimen aan de einder staan. En in de geweldige ruimte verzonken de boerderijen, verspreid door het land. Boomgroepen, dorpen, geknotte torens, kerken en olmen in een groots verband. De lucht hangt er laag en de zon wordt er langzaam in grijze, veelkleurige dampen gesmoord. En in alle gewesten wordt de stem van het water met zijn eeuwige rampen gevreesd en gehoord. Nou, voordrachtskunstenaar, dat is wat u zit te denken op de bank. Als we nu die kant op kijken, het is al een magnifiek met de zon op het water. En het is toch wel denkend aan Holland. Dit is echt het Marsmanlandschap. Ja, waar hij er staat van ook hield. Lekker veel water nu. Hij was hier echt heel erg grote liefhebber van. Maar gek genoeg is hij pas hierover gaan schrijven toen hij niet meer in Nederland woonde. Want wat zei ook alweer dat hij het in Brussel had geschreven? In Brussel heeft hij een hele rits gedichten geschreven. Polderland, Lezend in mijn boot. En natuurlijk Herinnering aan Holland. En ook andere gedichten die Holland heten. Waarin zijn enorme liefde voor juist dit landschap spreekt. En hij ging ook regelmatig hierheen met de fiets vanuit Utrecht. Toen hij nog in Utrecht woonde. Maar kennelijk, toen hij het miste, toen hij het niet meer had... Toen begon hij het heel sterk te idealiseren. Ja, nou ja, het is een prachtig landschap. Het is schitterend en ook zo'n mooi dorp daar natuurlijk. Je hoeft het eigenlijk niet eens te idealiseren om het te ontzetten. Het is ontzettend mooi. Ja, maar hij koesterde iets wat hij niet meer had. Ja, het is natuurlijk wat je niet hebt, wat je mist, dat is wat je waardeert. Terwijl hij over de Alpen schreef toen hij in Utrecht woonde. En toen hij in de Alpen woonde, schreef hij er niet meer over. Nee, ik kan me daar wel iets bij voorstellen, het alledaags, want dan wordt het alledaags, toch? Ja, blijkbaar, ja. Ja. Dus ja, ik heb daar wel begrip voor. Maar ik vind het toch een leuk idee dat hij het in Brussel heeft geschreven. Ja, Marsman heeft regels geschreven die ook echt helemaal horen tot het collectieve geheugen. Hè? Groots en mislevend wil ik leven, dat is gewoon een quote die menigmaal wordt... Is dat van Marsman? Van Marsman, ja. Ik, als je het mij gevraagd zou hebben bij de slimste mensen, had ik gezegd dat het van Willem Kloos was. Nee, maar... nee. Oh. Het gaat oh nee, dat die, wat was dat, wat zei die toch ook alweer? Ik ben een God in het diepste van mijn gedachten. Ja. Ja. En ook een van de gedichten waarin dat landschap wordt verheerlijkt, heet Brief aan mijn vriend. Marsman, hij zag dat veerhuis daar en hij begon te dromen over de mogelijkheid dat hij op zijn oude dag dat veerhuis zou kunnen kopen. En dat hij daar dan zou kunnen gaan wonen.
Maar dat hij dan ook vrienden zou ontvangen. En één vriend aan wie hij dan denkt, dat was de dichter J.C. Bloem. En dan schrijft hij een soort verjaardagsbrief aan die vriend. Tracht na uw 50ste jaar langzaam te leren dat het goed is als de bladeren vallen. De sterken worden dan toch nog langer niet gerooid. Zeg tot uzelf, ik wil pas vallen onder de winterstorm. Mij kan soms nu het verlangen al overvallen naar onze latere jaren. Als ik niet meer gekooid in dit zwerfziek verlangen wonen zal in het huis aan de brede rivier. Ja, mooie tekst. Vooral dat hij zegt, gekooid in zwerflust. In zwerfziek verlangen. Ja, dat is het precies. Ja, hij schrijft dit op het moment dat hij... Je ziet het als een ziekte eigenlijk, die zwerflust. Hij heeft nog niet de rust die hij associeert met een oudere leeftijd. Waarin alles tot kalmte is gekomen. En waarin je ook niet meer zoveel hoeft. Hij is niet oud geworden. Nee, hij is geboren 30 september 1899 en overleden op 21 juni 1940. Hij zat in Frankrijk, in de Bourgogne op dat moment, een klein dorpje, Saint-Romain, niet ver van Beaune. Dan breekt in 1939 de oorlog uit en dan wil hij zo snel mogelijk weg, want hij is op dat moment overtuigd anti-nazi en hij denkt ook dat hij gevaar zal lopen omdat hij zich uit heeft gelaten tegen de nazi's voor die tijd. Komt hij uiteindelijk in Bordeaux, een Nederlands schip is beschikbaar, een koopvaardijschip wat daar toevallig is terechtgekomen. Het schip zet koers richting Groot-Brittannië en onderweg in het kanaal vindt er een geweldige explosie plaats aan boord. Alle verdronkenen zijn nooit meer teruggevonden. Die zijn met dat schip gewoon, met de man en muis, naar de kelder gegaan. Het is razendsnel gezonken dus. Ja. Dat was Hendrik Marsman, die niet oud geworden is, die om het leven is gekomen door een geheimzinnige explosie aan boord van een schip waarop hij ontvluchtte aan de oorlog in Europa. En gek genoeg had u misschien wel nooit van Marsman gehoord, maar misschien had u toch wel gehoord van dat gedicht, Herinnering aan Holland. Want het is een geweldig gedicht. Wat in allerlei opzichten eigenlijk vrij simpel, maar het loopt geweldig. Het rijmt ook heel fijn, niet waar? Biedt het een beeld wat we allemaal kennen. En dat is toch een enorme verdienste, dat je uiteindelijk door één enkel gedicht de eeuwigheid haalt. MUZIEK